Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van de WPFG, de World Police Fire Games. En vandaag ben ik aangekomen in Oud-Gastel en ik ga op bezoek bij Arno. En Arno doet eigenlijk wel een hele bijzondere sport, namelijk schietsport. Dus ik ga zo met Arno mee richting de schietbaan en ben reuze benieuwd wat hij allemaal doet en hoe hij allemaal traint om straks richting Rotterdam te gaan. Eerst even kijken waar Arno is. Ja, daar komt hij al aan hoor. Helemaal in zijn tenue. Kijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Kom verder. We gaan de spullen pakken en we gaan naar de schietbaan. Kijk, ik ben benieuwd. Let's go. Arno, we zijn bij jou thuis en ja, ik begreep dat jij je spullen al ging pakken, maar dat schijnt nogal een hele handeling te zijn, want dat ligt allemaal heel veilig opgeborgen natuurlijk. Ja, klopt. Die liggen niet onder mijn kussen in bed, dus dat moet allemaal volgens de regels in de kluis. Die zit achter deze deur, die is ook op slot, dus we gaan de boel openmaken en dan gaat hij al mijn spullen allemaal laten zien. Ik ben reuze benieuwd. Alles achter slot en grendel, zo hoort het. En al mijn spelen vandaag. De spelen heeft jou bijgedaan. Dan gaat het goed komen. Zo is het. Zo, aangekomen in het mooie buitengebied van Heerlen. De Brabantse variant van Heerlen. En dat noemen we Herl. In het bosgebied hier. Schietvereniging de Markiezaat. Daar gaan we schieten vandaag. Dus ik ga naar binnen en ik ben reuze benieuwd wat we hier allemaal gaan doen. We gaan een paar targets weghangen. Je kunt natuurlijk moeilijk in de lucht gaan schieten. Ja, precies. En ik wil wel eens weten hoe het met jou gesteld is. Dus we gaan een paar kartonnen bordjes oppakken. Wat doen we? 12 meter? Dat is heel dichtbij. Ja? Dat is goed, om mee te beginnen. We gaan beginnen. Het gaat ook om de snelheid, hè? Ja, ja, tuurlijk. Hey Arno, we zijn de doelen al aan het hangen en klaarmaken om te gaan schieten. Maar ja, bijzonder hè, zo op een schietbaan. En zeker voor als brandweerman. Wat is nou precies de reden dat je meedoet aan de WPFV op dit onderdeel? Ja, de reden is dat ik de hele organisatie vind ik leuk, hè? De World Police Fire Games zijn eindelijk een keer in Nederland. Dus ik dacht, why not? Dus jij bent misschien wel de enige brandweerman die op het onderdeel schieten mee gaat doen? Zou zomaar kunnen, ja. Dat is wel heel tof. Ja. Het gaat me niet voor het resultaat, maar om heel de beleving. Ja, snap ik. Hey, traffic, de post van Dickie weer dat er een politieagent meedoet. Nee. Die gewoon getraind schutter is. Het is natuurlijk wel heel bijzonder, een brandweerman met een wapen. Dat is wel een beetje een bijzonder gezicht natuurlijk. Arno, we hebben net een heel tof dynamisch parcoursje gedaan om er even in te komen. Nou, was super tof. En ik hoorde jou net zeggen dat we nu weer een andere opdracht gaan doen. En dat is eigenlijk een beetje een challenge. Ja, dat klopt. Ik heb gezien dat je goed schiet. Nou, dat heb je vanuit je professie meegekregen. Dus ik vind het veilig om nog eens een stap verder te gaan. Zometeen pakken we allebei een magazijn. En dan gaan we onder de noemer van strong hand. Dus het hand waar je makkelijk mee schiet, gaan we magazijn leeg schieten. En weak hand, dus je pakt je wapen over, je herlaat. En met je links ga je op een magazijn leeg schieten. En dan gaan we eens kijken hoe ver we komen, Rick. Ik ben benieuwd. Strong hand en weekend. Nou, het is bijna weekend, dus ik kom goed. Are you ready? Ik ben ready. Let's go. Alfas. Als die op de lijn zit, dan zit hij op net op de lijn, is het een alfa. Ja. Dikke 10. Ja, toch? Ja, ja. Zo Arno, we hebben net geschoten, bakje erbij, mooie resultaten geboekt volgens mij. Ik vond het echt super tof om te doen en mooie training. Maar zo train jij dus regelmatig? Ja, dat doen we, proberen we twee keer in de week. Dan moet je niet te veel dienst hebben bij de brandweer, hè, want dan bijt dat wel eens. Maar zeker twee keer in de week en vooral ook thuis droog oefenen. Hè. Als een of andere gek door de tuin rennen met je pistool, dan mag je natuurlijk niet vuren. Puur voor de wapenhandeling, de snelheid. Ja, maar dan probeer je toch de wisselingen te doen, je probeert de doeltjes weg te zetten. Vandaar de grote tuin bij ons. Ja. En jij hebt het zelf gezien, het is super verslavend, superleuk. Ik vond het heel tof dat jullie er waren.
Ik vond het heel gaaf om mee te kunnen doen. Echt super tof. We wensen jou heel veel succes bij de World Police Fire Games in Rotterdam straks. Dankjewel. Ik denk dat onze winnaar aan de overkant staat. Zet hem op. Kaartje.